Welkom bij de F1 Vandaag van woensdag 7 augustus. Mijn naam is Sebastian Bakker en met mij in deze sprankelende uitzending, moet ik wel zeggen, zo midden in de zomerstop. Ja, GP-blog, medeoprichter, mijn broer, Formule 1-fan, ja, wat kan hij allemaal niet, Thierry Bakker. En ja, daar is hij ook weer, F1-purist, Gandor Bronckhorst. Mannen? Ja jongens, de All-Star line-up. Een beetje vroeger zo, net zoals in de Undercut. Ja, All-Star, de hardcore OG line-up inderdaad. Wel heel gladjes meteen allemaal. Ik hoop dat ik een beetje schuurpapier tussen jullie kan zijn. Maar dit glijdt niet te veel. Ja, dat wordt lastig. Mannen, we gaan gelijk beginnen. Want ja, ik zei het net al, we zitten midden in de zomerstop. En ja, het nieuws werd ons eigenlijk al een beetje afgepakt direct bij de ingang van de zomerstop. Maar we hebben even gekeken en er kwam toch deze week wel een opvallend nieuwtje naar buiten vanuit Italië. Een, misschien wel hardnekkig gerucht. Adrian Newey zou, mogelijk rond zijn met de Dark Side, Aston Martin. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je met zo'n megatalent als Lance Stroll wil samenwerken eens in je carrière. Ja, we kijken allemaal uit naar de persberichten. It's a dream working with Lawrence en Lance Stroll. Nee, ja goed, het is natuurlijk wel een roddel. Hè? En laten we dat eventjes voorop stellen. Het is niet al gebracht als een voldongen feit. Ook al zie ik het hier en daar wel langskomen bij sites. Maar het klinkt wel serieus genoeg en het lijkt wel serieus genoeg om het toch eventjes te behandelen hier. Ondanks het feit dat we natuurlijk niet alle roddels willen behandelen. Het zou inderdaad zo zijn dat hij te veel invloed eigenlijk bij Ferrari wil. Iets wat we misschien eerder wel eens hebben besproken in deze podcast. Dat het een grote struikelblok zou kunnen zijn. En dat hij een hele grote zak met geld aangeboden krijgt door Lawrence Stroll. Om inderdaad de Aston Martin te gaan tekenen. Ja, want een hele grote zak geld. Ja, dan misschien druk je het nog vrij mild uit. Het zou gaan, naar verluidt, om 100 miljoen dollar. Ik wou zeggen euro, maar dollar dan wel. Voor 4 jaar. Mannen, dat is toch ongekend veel. Dat zijn bedragen die je normaal eigenlijk hoorde bij de coureurs. Die dan werden neergezet als de supersterren. Ja, maar hij is ook een superster. Dat is net wat ik wil zeggen. Ja. Je hoeft alleen maar het track record van die vent te kijken. Goed, we hebben het hier eerder benoemd. Dan een beetje suggestief. Maar kijk wat er gebeurd is sinds hij weg is. Hij is wel de vader van elke echt dominante kampioenschapsauto. Hè? En als je even kijkt naar de huidige vorm van Aston Martin. Ik bedoel, we weten, ze zitten er niet bescheiden met geld. Ze hebben een hele nieuwe fabriek hebben ze ontwikkeld. Nou, ze hebben dan ook de afgelopen jaren hier en daar wel wat figuren weggeplukt bij Red Bull. Maar als jij de kans krijgt om inderdaad een beetje de Lewis Hamilton van de engineers te tekenen. Ja, dan is het wel des Lawrence Strolls om daar alle pijlen op te zetten. En dan vind je later wel weer een nieuwe structuur voor iedereen die er natuurlijk in de loop van de jaren heen gehaald is. Maar als je de kans krijgt vanuit Aston Martin gezien om met hem te samen te werken. Ja, en zeker Lawrence Stroll, weet je, die het allemaal niet uitmaakt. Begrijp ik heel goed. Hè? Wat kan er al zeggen? Het is een gerucht, maar ik zou heel goed begrijpen dat ze daar 100 euro voor, of 100 miljoen. 100 euro. 100 euro. 100 euro zou mooi koopje zijn, maar dat je daar 100 miljoen voor zou neerleggen. Ja, maar kijk, die naam is natuurlijk wel eerder langsgekomen. Aston Martin, we hebben toen nooit heel serieus genomen. Dat we, zo'n Adrian Newey van alle keuzes die hij kan maken, gaat hij nog niet naar Aston Martin, met alle respect. Maar hij zal er een carte blanche krijgen. Maar nee, hij krijgt natuurlijk ook niet echt een organisatie waar hij op kan bouwen. Plus, hij zit dan met een heel erg ontevreden tweede topman. Namelijk Dan Fellows, die juist weg is gegaan bij Red Bull om de grote baas te worden bij Aston Martin. Ja. Nou zal Lawrence Stroll die dan waarschijnlijk met alle liefde ook weer eruit kicken. Maar ja, goed. Het is wel. Het kan ook zijn dat Lawrence Stroll heeft gedacht van naar zijn zoon heeft gekeken. En dacht, daarmee worden we geen wereldkampioen. Dan maar iemand binnenhalen met wie we wel wereldkampioen zouden kunnen worden. Zelfs Lance Stroll. Ik weet er niet in hoeverre we dit serieus moeten nemen. Ik zou het een. Wat voor nu ook een overweging nog is dat Aston Martin natuurlijk vanaf 2026 samengaat met de Honda-motoren. Een exclusief. En exclusief. Dat is op zich een samenwerking die bij Red Bull al redelijk vruchtbaar gebleken is natuurlijk. Dus het zou me niks verbazen als dat misschien ook nog. Hij kent het bedrijf, kent de mensen. Dat hij denkt, daar kunnen we in ieder geval wat mee. En daar kunnen we in ieder geval een mooi pakket samen mee ontwikkelen. In plaats van dat het. Het is Autosprint, het Italiaanse magazine wat dit nieuws voor de eerste keer bracht. En wat het nieuws is inderdaad. Groot op een koffer zet. Inderdaad. En waarschijnlijk heeft uit Ferrari hoek. Mm-hmm. Overigens heeft hij er ook bij. Het zal in september bekendgemaakt worden. Ja. Die beschreef dus inderdaad dat de band met
Honda een van de belangrijkste redenen was om dan door te gaan. Ja. Poeh, ik vind het vergezocht. Zal Stroll dan ook bekend gaan maken tijdens de Italiaanse Grand Prix? Vraag ik me dan af, hè, als het september is. Ja, het zou wel de Strolls zijn om dan geen shots tegen te houden, inderdaad. Hey, tot slot over dit topic. Heel speculatief, maar ja, gaat Fernando Alonso hier dan nog de vruchten van plukken? Of tegen de tijd dat dit allemaal een kan en kruiken is en er een goede auto staat, zegt Alonso misschien wel definitief verwel tegen Formule 1? Of? Hij heeft toch ongeveer een 700-jarig contract getekend daar bij Aston Martin. Tot hij niet meer kon rijden ongeveer, geloof ik. Hij zal ook brand ambassador worden. Ik denk wel, als hij weet dat Newey komt, dan zal hij nog wel eventjes wat langer pogen om fit te blijven. Plus, volgens mij is Alonso niet iemand die het racen heel erg snel op zal geven. Dus ik denk dat die Alonso, die kan nog wel een poosje door. Ik denk vooral dat je moet gaan overwegen of je dan Lawrence Stroll nog in die auto wil hebben zitten of niet. Lawrence Stroll was ook leuk geweest. Sorry, die past er niet eens in, joh. Nee. Ik blijf het een beetje een maf verhaal. Vind ik. Kijk, natuurlijk vanuit Aston Martin is het een leuk verhaal. En ja, 100 miljoen. Misschien kun je dat er zelfs nog wel eens een keertje uitkrijgen door een paar special edition Aston Martins te kopen. Of te verkopen. Hè. Dan maak je een paar van die special editions. Zeg je dat die door Adrian Newey is gemaakt. Adrian Newey kan daar dan... Die hebben ze al, hè, natuurlijk, met de Valkyrie. Ja, ja, nou ja, dan maak je daar nog... Met een handtekening. Ik kan best voorstellen dat je daar nog best wat centjes mee kunt terugverdienen. Dus ja, in die zin is het helemaal niet zo heel erg gek. Het voordeel zou ook boekhoudkundig kunnen zijn dat je hem niet per se alleen maar op kosten van het Formule 1 team hoeft te zetten. Maar dat je hem natuurlijk ook gewoon op kosten van Aston Martin zelf kunt hebben. Nou, hoe dan ook, lang verhaal kort. Ik vind het een heel maf verhaal. Er zijn gekkere dingen gebeurd in de historie. En uiteindelijk, Adrian Newey is ook ooit natuurlijk een soort van blind in Red Bull gestapt. Ja. Daar moest hij ook maar gewoon erop vertrouwen dat het wel wat zou gaan worden. Met die hele rare jonge Christian Horner op basis van dat Jaguar team. Dus ja, hij heeft wel eens eerder een gekke keuze gemaakt. En het zou wat dat betreft niet eens heel gek zijn. En ja, als hij wil dat zijn familie en heel lang nazaat ook nog eens een keertje hier de vruchten van plukt, dan is die 100 miljoen in 4 jaar ook niet eens een heel gek idee. Nee. Maar ja, wat vinden we er als Formule 1 fans van? Ergens ook wel weer leuk. Want dan heb je wel nog een topteam erbij. Dan wordt het allemaal nog veel spannender. Ja, om die reden zou ik het juist wel eigenlijk toe willen juichen. Weet je, want Aston Martin, bedenk even 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden, toen ze ineens uit het niets gewoon naar voren kwamen met Alonso. Hoe vet is dat? Je hebt dan straks Hamilton in een Ferrari. Nou, Max mogelijk of in Red Bull of mogelijk in Mercedes. Je hebt McLaren dat meedoet. En als een team als Aston Martin met een Fernando Alonso echt weer vooraan mee kan gaan doen, door de hand van Newey, zou ik het alleen maar toejuichen. Dat zou voor de sport natuurlijk echt fantastisch zijn. Dan krijg je echt een soort van echt nog een titanenstrijd vooraan. Ja, persoonlijk zou ik hem toch liever dan bij Williams zien zitten. Als je dan toch, als het je doel is om de titanenstrijd. Misschien is het ook wel weer zo dat Jeremy Clarkson uiteindelijk dus toch gelijk had toen hij op de grid van de Engelse Grand Prix zei: ik weet toevallig dat Adrian Newey niet in Italië een huis aan het zoeken is, maar hier in de buurt. Ja, alleen dan niet voor Williams, maar toch. Ja, voor die 100 miljoen kun je een mooi hockey uitzoeken, denk je niet? Voor die 100 miljoen pakt hij een helikopter gewoon naar de fabriek toe. Dat maakt dan ook helemaal geen zak meer uit. Maar wat vinden we ervan? Er zijn gekke rillingen gebeurd in de Formule 1. En wie weet, er zijn best wel wat pluspunten bij te verzinnen. Maar ik zag het, en dat zal ik eerlijk toegeven, hier niet aankomen. Nee, nou ja, ik denk allemaal niet. Maar we gaan door. Ander opvallend, niet eens als je verhaal. Het was meer een beetje een situatieschets bij Red Bull Racing. Afgelopen week natuurlijk bekend. Jonathan Wheatley stapte op. Red Bull heeft aangekondigd dat ze eigenlijk na de zomerstop de nieuwe hele line-up bekend gaan maken van hoe ze het gaan verdelen binnen het bedrijf, wie op welke plek komt te zitten. En Nicole die schreef een artikel en die zei, zou misschien Lambiase geen goede vervanger zijn voor Wheatley? En toen dacht ik, eigenlijk als je er logisch naar gaat kijken wel. Maar er gingen bij mij ook allemaal alarmbellen af dat ik dacht van, en Max dan? Wat gaat Max dan doen? Nou, als Max Verstappen naar Mercedes gaat, dan is het logisch om zijn race engineer inderdaad dan toch maar die promotie te geven. Die welverdiende promotie, moeten we er direct bij zeggen. Weet je, dit is zulk koffiedik kijken.
je zou ook kunnen stellen dat deze shuffle toch al in de maak was. En dat Wheatley zichzelf op die organogram zag en dacht, oké, nu ga ik sowieso weg. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog meespelen. Ik denk dat we dat echt nooit zullen weten, helaas. Is het logisch om de race... Nee, ik zou sowieso niet zomaar de race engineer vervangen door een race engineer. Als die gewoon heel goed werkt, hè, die samenwerking. Ik weet ook niet helemaal zeker of Lambiase dan de juiste man op de juiste plek zou zijn. Daarvoor ken ik zijn kwaliteiten uiteraard niet goed genoeg. Denk wel dat je zou kunnen stellen dat het een heel slecht idee is in zijn algemeenheid, management-wise gezien in ieder geval, om iemand die echt een hele belangrijke positie heeft, heel goed is daarin, echt een asset voor het hele bedrijf, om die dan een andere functie te geven. Dat is ergens, zou dat denk ik in ieder geval een onlogische stap zijn. Tenzij ze toch al een beetje voorsorteren op een vertrek van Max Verstappen. Ja, dat is het denk ik vooral. Weet je, kijk, hij is natuurlijk al head of race engineering. Heeft al wat nodige stap omhoog gemaakt. Ik denk inderdaad, zolang Verstappen bij het team blijft. Ik weet niet of die positie van teammanager te combineren valt ook met persoonlijke teambaas van Verstappen zijn. En we hebben ook al, we hebben hem gehoord na de eerste Grand Prix. En we hebben hem ook dat hij, of na zijn eerste kampioenschap, dat hij al zei van hè, als hij weggaat, ga ik ook weg. Dat hij wel ook erg belangrijk is om in ieder geval hem die wagen te kunnen geven waarmee die in ieder geval mee kan strijden elke race voor de overwinning. Ja, die twee functies combineren lijkt me vrijwel onmogelijk. Al is ja, en hij heeft al redelijk veel op zijn stok nu. Tijdens de race moet je natuurlijk echt puur gefocust zijn op waar Verstappen bezig is, terwijl Wheatley juist zich kan instellen op waar het team mee bezig is. Dus het geheel overzien en daarmee ook communiceren met de raceleiding bijvoorbeeld. Nee, het lijkt me heel onverstandig om die dingen met elkaar te combineren. Maar kijk, het is vooral ook onverstandig om Max Verstappen, die toch al een beetje unsettled is in dit team, die zich toch overduidelijk al een klein beetje, beetje geprikkeld is door de situatie, om hem dan ook nog eens een keertje zijn steun en toeverlaat aan de pitwall af te nemen. Want dat is in feite wat je dan doet. Tenzij er meer onder de oppervlakte speelt dan wij zien en dan wij weten. Maar ik denk niet dat dat het geval is. En dat het heeft het absoluut niet alle schijn van. Goed, nou ja, jongens, duidelijk antwoord vanuit jullie. Dan, ja, tot slot, waar we denk ik ook wel even over moeten gaan hebben, is de onduidelijkheid over de Nederlandse Grand Prix na 2025. Wat is er nou precies allemaal aan de hand? Ja, Zandvoort heeft als een van de... Ja, of eigenlijk even omgedraaid. Zandvoort is het altijd gelukt om eigenlijk het hele kostenplaatje voor de Grand Prix helemaal rond te krijgen zonder overheidssteun. En dat houdt op. En Jumbo heeft zich natuurlijk ook teruggetrokken als grote geldschieter. Dus ja, dan wordt het ineens lastig als je 30 miljoen per jaar moet gaan betalen voor een Grand Prix. En los daarbovenop gaat de gemeente Zandvoort wil ook nog iets van een Funtax gaan organiseren voor alle bezoekers. Dat die nog 3 euro per extra moeten betalen. Die moeten natuurlijk ook even een beetje meesnoepen van het succes. Maar ja, dat is een lastige rekening als je die zonder grote sponsor moet gaan betalen. En zonder overheidssteun. Daar komt het een beetje op neer. Ja, het is natuurlijk ontzettend jammer als er door zoiets zo'n mooi racefeest weer verdwijnt van de kalender. We weten, het is ook wel een Grand Prix die onder druk staat, omdat de FOM, de baas van de Formule 1, eigenlijk gewoon meer geld eruit wil peuren en er andere landen zijn dat graag willen neerleggen. Die dat inderdaad met alle liefde uit hun zakgeld wel eventjes neerleggen. Ja, ik zou het gewoon heel erg zonde vinden. En het heeft er wel een beetje schijn van dat het ook een beetje een onderhandelingstactiek is vooralsnog. Want anders laat je zoiets als dit niet in de media lekken. Dit soort verhalen laat je bewust lekken om een bepaalde verhaallijn naar voren te krijgen. Om een bepaalde onderhandelingspositie te creëren. Dus, maar het kan ook zijn dat het een sollicitatie is naar andere grote sponsoren. Dus als jij kijkt en je hebt toevallig nog 10 miljoen liggen,
snel eens antwoord. Ja, maar los daarvan, weet je, het is voor Formule 1 is de Nederlandse Grand Prix ook wel een beetje het paradepaardje geworden qua organisatie en qua fan engagement. Ja. Wat waar voorheen iedereen altijd heel erg naar Italië uitkijkt en eigenlijk nog steeds met die tifosi na afloop en het Italiaanse volkslied en gekkenhuis en Ferrari fans. Mexico idem. Daar hebben we de vorige aflevering over gehad, maar misschien een van de redenen dat Perez nog in dat stoeltje zit. Maar als je kijkt naar de Nederlandse Grand Prix, hè, kijk even naar die beelden. Die hele zee van oranje mensen, hoe dat georganiseerd is. Nou goed, wij zijn er vorig jaar zijn we natuurlijk hebben er uitgebreid 3 of 4 dagen hebben we daar gezeten. En het is zo'n unieke sfeer en zo gemoedelijk. Echt gewoon voor die race en vol enthousiasme erheen. En dat is natuurlijk voor de FOM en voor de Formule 1 natuurlijk wel een gigantisch uithangbord voor de sport. Ja, het is een heerlijk racefeest natuurlijk. Hè, waar mensen echt naartoe komen, met hele families naartoe komen. Waar het hartstikke gezellig is. En die strandsfeer die helpt er natuurlijk ook nog mee. En als je dat dan vergelijkt met een Qatar, waar een paar schapen op de tribune zitten. Ik kan daar zo slecht tegen. Dat ik naar dat soort Grand Prix moet gaan zitten kijken. Maar zou het niet... Als je kijkt gewoon naar de Formule 1 en de historische waarde van de Formule 1, zou het dan op een gegeven moment niet ook gewoon reëel zijn als de FOM en misschien kan de FIA daar deels bij helpen. Uiteindelijk bepaalt de FOM hier natuurlijk al heel veel in. Maar dat er wordt gekeken van, goh, welke landen, welke circuits hebben toch een bepaalde heritage waarde en moeten gewoon altijd, kosten wat het kost, jaar in jaar uit de Formule 1 komen. En die moet je behouden. Ja, kijk, ondanks de Miami's en inderdaad alles wat je hebt in de olielanden. Dit is natuurlijk het grote vraagstuk wat altijd met de Grand Prix van Monaco heeft gespeeld. Omdat ja. Monaco die zei van ja, wij kunnen bieden wat we willen, want wij blijven toch altijd wel op de kalender staan. En ja. Onder Bernie Ecclestone was er ook zo'n soort van soort gentleman's agreement van Monaco blijft toch altijd wel op die kalender staan. Ja, en Liberty Media is uit een ander hout gesneden. Dat zijn figuren die zeggen, ja, nou ja, zonder de show must go on, zonder Monaco gaan wij ook wel racen. En zo zijn er nog wel een paar circuits. Spa is om de zoveel tijd wordt er ook natuurlijk aan de stoelpoten van Spa gezegd. Wordt die Grand Prix hier nog wel verreden over een paar jaar? Kunnen ze het wel bolwerken? Natuurlijk vinden wij als kijkers, ja, natuurlijk moet er altijd gereced worden. En de Formule 1 zonder Spa zou inderdaad echt geen goed Formule 1 jaar zijn. Daar ben ik 100% van overtuigd. Zandvoort ligt dat natuurlijk iets anders, omdat die Grand Prix is gereïncarneerd puur en alleen op basis van de populariteit van Max Verstappen. Ja. Maar dat ze er daarna zo'n enorm volksfeest aan hebben gemaakt. Ja. Waar ik ook elke keer als ik er ben echt mijn ogen uitkijk van yes, een heerlijke sfeer hangt hier toch ook. Ik krijg alweer zin in bieren als ik eraan denk. Weet je. Ah, daar is dan niet heel veel voor nodig. En dit jaar komt natuurlijk die enorme vlaggenparade. Echt, ja. Als ik de persberichten mag geloven, sinds 1943 niet zo'n grote vlaggenparade gezien. Ja, het lijkt me fantastisch. Ik heb enorm kijk er alweer naar uit. Maar ja, het zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Aan de andere kant, stiekem weten we diep in ons hart ook wel dat deze race toch vooral samenhangt met de populariteit van Max Verstappen. Ja. En niet echt zo'n historische Grand Prix is. Nee. En als er gewoon een flinke zak met geld uit het Midden-Oosten komt voor een nieuwe race, ja, dan begrijp ik best dat ze denken, hé, dat is ook wel interessant. Nou, misschien wel ultiem moment om inderdaad een grote sponsor aan te trekken vanuit het Midden-Oosten, die de Nederlandse Grand Prix gaat sponsoren. Misschien kan Adrian Newey sponsoren voor met z'n 100 miljoen van ons. kan hem in ieder geval 3 jaar vooruit betalen. Ja, je creativiteit ligt er niet. Genoeg mannen, genoeg onzin. Hierbij sluiten we vandaag af. Aankomende vrijdag, ja, dan zijn we gelukkig weer terug met een nieuwe F1 vandaag. En jullie hopelijk ook. Tot dan. Ja, jammer dat hij al afgelopen is. Ik zat er vol onzin.